Alle deelnemers achter de auto. En de startersgevallen van koers 3, de Prix Mont-Tourbillon, vernoemd naar een oud-Lagelandenwinnaar. En een goede start is er in de middenbandbaan van Magic Schermer. Moeilijkheden daarvoor de 5 Moneymaker Bear. De 4 die neemt de leiding, Magic Schermer met Hugo Langeweg in de kleuren van de stalschermer. Nummer 5 galop. En die heeft de leiding genomen voor de 3 Nadia Seboko. Buitenkant zien we voor de Duitse kampioen Michal Nimsik. Hij heeft in de strijd een paard van Appie Boscha en dat is de 9 Mighty Meerswal. En hij is straks de gangmaker voor de 8 Lotte Flevo en Jaap van Rijn. Dat zijn de 4 paarden vooraan. Daarachter zien we onder andere de No Surrender en Isara de Barbré. En buitenkant is er voor de 7 Napoli voor Caroline Albers en haar Leo Goyes. Vooraan vindt er een positiewateling plaats, want Michal Nimsik drukt door. Maar Hugo Langeweg is nog niet echt genegen om zijn koppositie over te geven met Magic Schermer. Magic Schermer blijft daardoor dus de koploper voor de 9 Mighty Weerswol. Daarachter zien we de 8 Lotte Flevo. Binnenkant is er altijd voor Erwin Bot en zijn paard nummer 3 Nadia Seboko. Binnendoor schuift slim op, dat is de 2 No Surrender voor de 7 Napoli. Daarachter zien we ook in het tweede spoor Leo GS en binnenkant is nog altijd voor Isara de Barbré. Paarden zijn op dit moment weer in de laatste ronde en als ze straks voorrecht uitkomen hebben ze precies nog 1 kilometer te gaan voor de 4 Magic Schermer. Daarachter zien we Nadia Seboko, beweging daar in het middenveld, want de 8 gaat naar buiten, dat is Lotte Flevo. Maar die parkeert op dit moment ook weer in achter Mighty Meerswal, die op het moment iets terug lijkt te vallen. En binnendoor gaat hij naar plaats 3, dat is de 2 No Surrender. Magic Schermer heeft nog altijd de leiding voor Nadia Seboko, opleving weer voor Mighty Meerswal. En buitenom drukt nog steeds door Lotte Flevo. Daarachter zien we aan de binnenkant Napoli met onder andere Isara de Barbré. En Driedik schuift nu ook op, dat is Leo Gries. Lotte Flevo die strijdt nu neer op Magic Schermer. De 2 stalgenoten uit het team van Jeroen Engwer uit Biddinghuizen gaan op het moment de laatste bocht door met z'n tweeën. Dat zijn Magic Schermer en Lotte Flevo. Daarachter heeft nog altijd alles over. Dat is Nadia Seboko. Hetzelfde geldt voor het paard daarachter. Dat is Napoli. 2 speedpaarden die het die paarden vooraan misschien nog moeilijk kunnen maken. En Driedik zien we nu ook. Leo GS en No Surrender. Nog niks beslist. Middenkant van de baan is het Lotte Flevo die op dit moment druk zet bij Magic Schermer. Lotte Flevo, Magic Schermer. Middenkant van de baan is het Leo GS. Nadia Seboko is er eindsprint aan het inzetten. En ook Napoli ziet op dit moment naar ruimte. Het is Lotte Flevo nog steeds met een wielvoordeel voor opzichte van Magic Schermer. Moet hij dan nog uit gaan kijken voor onder andere Leo GS en een laagvliegende Napoli. Nee hoor, Jaap van Rijn gaat deze koers winnen met de 8. Lotte Flevo, sterke rentree voor de 7 Napoli. En daarachter zagen we de leiders van het eerste uur. 8, 7... En dat is nog voorlopig. Voorlopige aankomst van de Prix Mont-Tourbillon is 8, 7, 4, 6, 2. En dat is nog voorlopig. In een voorlopige eindtijd van 1, 16, 6.